Hey, het is Danny hier en hartstikke leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Road to the Photoshoot. Vandaag ga ik je laten zien mijn workout routine. Dus je hebt al heel veel gezien qua voeding, hoe ik dat doe. Maar uiteindelijk wat ook heel erg belangrijk is, is natuurlijk het stukje training. Als jij in photoshoot shape wil komen, als jij bijvoorbeeld een sixpack wil creëren of er beter uit wil gaan zien in überhaupt, ja, raad ik je gewoon aan om krachttraining te doen. Want je wil juist je spieren wil je gaan ontwikkelen, zodat je er beter gewoon uit gaat zien. En dat is natuurlijk ook wel de bedoeling van de photoshoot, hè. Je wil ook gewoon tijdens het afvallen wil je krachttraining gaan doen. En waarom krachttraining? Omdat je spiermassa wil gaan opbouwen en ook zelfs wil gaan behouden tijdens het afvallen. Heel veel mensen die volgen alleen het dieet, dus alleen voeding. En dat is oké, maar de kans dat jij veel spiermassa verliest is heel erg groot. Dus je wil juist die spiermassa beschermen, je wil er beter uit gaan zien en daarom wil je krachttraining gaan doen. Afgelopen tijd is het natuurlijk een rare periode geweest. De sportscholen zijn gesloten en ja, dan moet je toch een uitweg zien te vinden hoe je toch, ja, toch wat krachttraining kan doen. Je kan natuurlijk buiten gaan sporten. Ik heb thuis heb ik wat materiaal. Ik heb wat kettlebells, ik heb wat elastieken, ik heb een TRX. Maar ja, ik merkte dat het toch wel een beetje lastig was om toch thuis in de motivatie te komen. Ik ben gewend om in de sportschool te trainen met zware gewichten. En dan moet je in één keer een hele omschakeling gaan maken. In het begin heb ik het gedaan. Maar sinds eigenlijk de tweede lockdown, sinds december, ging het eigenlijk compleet mis. Ik moest een nieuwe missie hebben. Ik moest een nieuwe doelstelling hebben. En dat is ook de reden waarom ik de fotoshoot heb geboekt. Om als extra drijfveer om daar volledig voor te gaan. Nou, het mooie is dat ik terecht kwam bij een sportschool in de buurt. En de sportschool in de buurt, niet mijn huidige sportschool. Maar wat bleek nou? Dat zij een hele mooie tent buiten hadden met het een en ander materiaal. Dus dumbbells, ze hadden barbells en verschillende apparaten. Ik dacht, mooi, ga ik daar aan de slag? In het begin was het zo dat je alleen voor een half uur kon reserveren. Dus je moest echt wel heel snel een workout gaan doen. Dus je kon ook niet heel veel doen op een dag. Max 5, 6 oefeningen snel achter elkaar uitvoeren in superset. Dus dat betekent dat je snel de ene oefening doet, gelijk de andere eroveraan, achteraan. En dan pak je even een stukje rust. En dan pak je ze weer. Gelukkig hebben ze dat veranderd naar 45 minuten. Hoe ziet mijn programma nou daadwerkelijk eruit? Dat wil je misschien wel weten. Ik train 4 keer in de week dus. Op maandag train ik meestal, op dinsdag, op woensdag heb ik rust. Donderdag en vrijdag train ik en op zaterdag en zondag heb ik rust. Zoals je ziet hier, dit is nummer 1 en 2, dus workout 1 en 2. Zoals je ziet, op maandag train ik voornamelijk upper body, dus het bovenlichaam. En op dinsdag train ik lower body, dus voornamelijk beentjes. Woensdag heb ik rust en heb ik donderdag train ik weer upper body. En op vrijdag train ik eigenlijk een beetje een mix. Voornamelijk lower body, maar er zit ook wat upper body in. Dat is voor mij persoonlijk, op zich heb ik best wel goede beenspieren. Ziet het er goed uit, dus ik hoef daar minder van te doen. En ik heb liever dat ik iets meer bovenlichaam pak, omdat ik over bepaalde spiergroepen nog niet helemaal tevreden ben. Dus zo deel ik mijn programma in. Alle oefeningen die in het schema staan, die wil ik je even laten zien. Hoe ik ze uitvoer, het gaat wel even in een sneltrein. Maar in de komende 3 minuten ga ik je alles bij langs. Dus alle oefeningen en hoe de oefening uitgevoerd moet worden, zie je in de volgende 3 minuten.
dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat het waardevol voor je was en dat je er wat van geleerd hebt natuurlijk. Hey, want stel je voor dat je op dit moment zoiets hebt van ja, ik wil wel gaan sporten. De sportscholen die gaan misschien straks weer open. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik eigenlijk moet doen. Dit is misschien een programma waarmee je kunt starten. Kijk, het is natuurlijk wel op maat gemaakt voor mijn lichaam. En ik train al natuurlijk al een langere tijd. Kijk, als een beginner is, dan raad ik zo een ander schema aan. Maar mocht je vragen hierover hebben, mocht je zoiets hebben van ik wil wel hulp hierbij. Zo'n fotoshoot, dat hoeft nog niet voor mij. Maar ik wil wel gewoon aan mijn lichaam werken. Ik wil wel gespierder worden. En vooral tijdens het afvallen wil ik jouw spiermassa behouden. Nou, stuur me even een berichtje. Dat kan gewoon eventjes. Hieronder kan je ook even een reactie achterlaten en dan kan ik jou daar verder mee helpen. Nou, dankjewel voor het kijken naar deze video en we zien elkaar in de volgende.